het is bijna 10 uur. Gisteravond om 12 uur is het eerste stembureau geopend in Kassikum. Dat was bij het station. Daar waren we live bij. En de burgemeester ook. En zometeen gaat hier de burgemeester in het stembureau op het gemeentehuis ook stemmen. Ja, we staan bij stembureau 1, het gemeentehuis. Goedemorgen. Ja. En u bent in charge hier. Ik ben Wim Zwart. Vandaag ben ik de voorzitter hier van stembureau nummer 1. En we verwachten vandaag veel mensen, want het is mooi weer. En is dit een heel druk stembureau? Ja, stembureau nummer 1 is een van de drukste stembureaus. Omdat veel mensen hier naar Geesterduin toe gaan, boodschappen doen. Of ze gaan nog even naar het gemeentehuis en dan gaan ze gelijk stemmen. Nou, goedemorgen burgemeester, daar zijn we weer, hè? Ja, goedemorgen. Ja, maar nu is vandaag toch echt de dag, hè? Vannacht zijn we natuurlijk al begonnen. Ja, maar u heeft nog niet gestemd, hè? Nee, ik heb nog niet gestemd. Ik heb hier mijn stembiljetten, dus ik ga nu mijn stem uitbrengen. Nog getwijfeld vannacht? Nee, ik heb niet getwijfeld. Volgens mij is het belangrijk dat in ieder geval iedereen gaat stemmen. En ik hoop dat onze bijdrage van vannacht met de opening op het station daar een bijdrage aan geleverd heeft. Nou, als u zo meteen gestemd heeft, hoe ziet de dag er verder uit? Vandaag gaan we een rondje maken langs stembureaus. Dus ik ga alle stembureaus langs. Hoeveel zijn dat er? Dat zijn er een stuk of 17 in de gemeente. Dus we gaan overal even langs om te kijken hoe het gaat. En vanavond vanaf 9 uur is het gemeentehuis geopend. En dan is iedereen welkom om met ons de uitslagavond mee te maken en te beleven. Want ja, uiteindelijk is het toch spannend wie er in de gemeenteraad komen. Hoeveel zetels, welke partijen. En uiteindelijk willen we natuurlijk ook graag weten wie eventueel met voorkeursstemmen is gekozen. Ja, het belooft een hele spannende en ook wel lange dag te worden. Het wordt een hele lange dag. Ik hoop dat we vannacht wel een beetje op tijd klaar zijn. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk ook nog over 2 stemmingen die je moet tellen. Dus er gaat echt wel wat tijd overheen. Nou, heel veel succes in ieder geval. U gaat nu stemmen. Heeft u uw identiteitsbewijs bij u? Zeker, want anders mag je niet stemmen. Ook de burgemeester moet een identiteitsbewijs hebben? Zeker, want anders doet het stembureau zijn werk niet goed.